Goedemorgen. We zijn weer terug aan boord van Drifter 22 Dolce Bella. En het is een prachtige ochtend, zaterdagochtend, 15 september. En we hebben even een dagje verwaaid gelegen op Ameland. Want west tot noordwest 7 was toch net iets te veel van het goede. Maar daar krijg je al veel voor terug. Een prachtig opgeruimd zwerk. En de terugtocht is aanvaard. Het is een beetje jammer. Dat is natuurlijk al vanaf Schiermonnikoog gebeurd. Dat we langzamerhand richting west aan het varen waren. Nou ja, dat is nu echt gebeurd. We zijn van de Oostbladen af. En we zitten op de 1610 of de 1811 bladen van de hydrografische dienst. Nou, vandaag zijn we vrij vroeg vertrokken uit Ameland. En de verwachting was dat het een heerlijke zuid... Nee, het zou een noordwestelijke, later westelijke wind worden. Maar dat later is natuurlijk al nu aan de gang. Want we varen een zuidwestelijke koers. Even kijken van hier. We zijn voorbij de... Nee, we zijn hier door het Danziggat gegaan. Toen dwars over het lekker beetje, want daar mag je nu varen, omdat het na 1 september is. En we varen nu eigenlijk in een zuidwestelijke koers, zo recht op de Zwarte Haan af. Er zat vrij veel water, er was vannacht een verhoging van, even kijken, was 85 centimeter verhoging in Lauwersoog. Maar er staat nu nog zo'n 40 centimeter extra. En het bootje, nou ja, doet waar ze erg goed in is, ze stuurt zichzelf. Daar komt geen stuurautomaat aan te pas. Dat is gewoon, niks aan de hand. We zitten een beetje aan de lage kant in de kajuitingang. Achter zit nu het Ameland liggen. Waar vandaag de triathlon start. Daarvoor moesten we eigenlijk ook vrij snel weg zijn. Want het zag er nog allemaal erg sportief uit. Hè? Maar het is een mooie dag. Het enige jammer is dat we daar in de verte het Statenhoofd zien. Dat is de Friese kust. En het had echt leuk geweest als we die slag hadden kunnen maken en dat hadden kunnen pakken en zo op de Harlingen hadden kunnen varen. Maar we gaan even een slagje maken. De vloed zit er nog goed in. Dus dat is ook prettig. Dus het slagje is onder de lei en dan worden we toch de goede kant op gezet. Nee. Dat is weinig interessant, behalve natuurlijk een paar windmolens. Dit was Drifter 22 Dolce Bella.